We staan hier vanmiddag aan de Doelenlaan en ja, we werd even gebeld door een van de inwoners of de bewoners hier van de Doelenlaan dat er een zwaan was met een kapotte poot. En wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk bellen naar de dierenambulance van die mensen die er zijn daarvoor. En die komen dan kijken wat ze doen kunnen. In dit geval bent u gekomen en de zwaan is in het water ingegaan. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, wat we nu gaan doen is afwachten op een volgende melding. Deze zwaan is nu niet te vangen, omdat deze zwaan nog wel actief is. Dus die kunnen wel gaan rennen, kunnen gaan zwemmen, maar dat wordt niet wat. Deze zwaan gaat verzwakken. We houden hem in de gaten. Als iemand wat ziet, een zwaan die zwak is, die moeilijk te benen is, meld het ons. We gaan kijken. Kunnen we hem vangen? Dan gaan ze dieren naar een vogelopvang toe. Daar gaan ze zien dat hij kan herstellen. Een gebroken poot wordt gezet, opdat het kan helen. Dan wordt het weer teruggeplaatst. Een zwaan is een monogaam dier. Een zwaan heeft één echtgenoot. Mocht zijn echtgenoot overlijden, moet zeker dat de zwaan zelf ook gaat overlijden van zijn verdriet. Dus we zijn er zeker wel druk mee. Ja, vandaag bent u gebeld voor een zwaan die hier zat met waarschijnlijk een gebroken poot, maar die niet te pakken krijgt omdat hij het water ingegaan is. Ik neem aan dat u ook gebeld werd voor andere dieren. Wat komt er zoal voor hier bij dierenambulance? Nou, momenteel is het wel wat rustig, maar we hebben wel vaak zwerfkatten die natuurlijk bij huizen rondlopen. Waar mensen zeggen, ja, nu zijn het er te veel jongen, te veel kittens. Dus daar moeten we wat mee. Dus dan proberen we die katten te vangen en weer een goede plek te geven. Helaas hebben we vaak ook doodgereden dieren, ook vaak katten natuurlijk. En we hebben natuurlijk nu onze zorg gehad met de vogelgriep en met alle vogels en alles die daarmee te maken hebben. Met onze beperkingen. Ja. Maar gelukkig is dat lijkt nu even voorbij voor ons. In ieder geval de maatregelen zijn voorbij. En verder is het van alles wat. Het kan een duif zijn. Vorige week ben ik nog ergens bij een lantaarnpaal geweest waar twee mezen in de kap waren gevlogen in een gaatje. En iemand belde die zegt, ik zie zoveel gefladder in de kap. Kun je er wat mee? En net dat we ernaar keken om te bedenken wat we gingen doen, vonden ze het gat weer en vlogen ze er weer uit. Dus soms is onze hulp ook gewoon maar even aanwezig zijn en even kijken wat we kunnen doen. Dus het kan van alles wat zijn. Het is niet altijd altijd een zwaan, hè? Nee, voor alle dieren komt u dus voor alle dieren komen we aanrijden. Ja, goed. Ik begrijp dat het. Ik ga even naar de andere meneer. Ik loop even die kant op. Het is vrijwilligerswerk. U wordt er hiervoor betaald. Hoe werkt het? Komt een belletje? Moet u dan vanuit huis komen? Hoe lang is normaal de aanrijdtijd die u normaal gebruikt? De aanrijdtijd waar we mee proberen te werken is binnen het uur sowieso. Zo snel mogelijk is eigenlijk het uitgangspunt. De telefoon bij ons staat 24 uur per dag aan. In een noodgeval, echt noodgeval, zijn we 24 uur per dag dat we uitrijden. Momenteel rijden we vanuit huis. Kantoor hebben we in Nunspeet. Worden onze ritten verwerkt. Complete registratie van de ritten is daar. Daar kun je dus terecht voor je bak koffie. Overdag heb je daar ook een opvangplek zitten voor dieren die we dus opvangen. Dat je s'avonds dus in groep kunt wegbrengen naar een opvang toe. Daar zijn activiteiten, daar zijn bezigheden. Maar in principe, als er weinig werk is zoals nu in deze tijd, dan is het gewoon vanuit huis werken. Dag en nacht zijn er mogelijkheden toe. Degene die vrijwilliger wil worden, kan dat natuurlijk. Kunnen ze altijd bellen. Ons telefoonnummer 06-5043-7002. Informatie is daar verkrijgbaar. Geen probleem. Werktijden, compleet in overleg. Alles is mogelijk. Meerdere functies zijn beschikbaar. Informeer, kijk op onze website. www.dierenambulance-noordveluwe.nl. Heel veel informatie in één keer wat dat betreft. Goed. Ik ga even terug naar die zwaan toe. In dit geval zou het zijn dat je een gebroken poort hebt. Daar ga je mee naar de dierenarts, begrijp je dan? Die poort moet dan gezet worden of wat dan ook. Wie betaalt dat? Dat komt met sponsoren. Dat gemeente Elburg betaalt eigenlijk niks. Een subsidiebedrag wat minimaal is. Jammer genoeg. We hopen dat de gemeente zichzelf een keer verantwoordelijk gaat voelen daarvoor. Een gebroken poot bij een dierenarts kom je binnen. Ja goed, een dierenarts kan niet zoveel. Het meeste werk wat je met een gebroken poot hebt is dat we dat zelf ook doen. We hebben zelf al opleidingen gehad. Ook via natuurlijk. Ook via dierenartsen. Het is op zich vrij simpel werk. Je hebt natuurlijk verbandmiddelen nodig. Je hebt van zulke dingetjes wat allemaal gesponsord wordt. Door apotheken wat dus eigenlijk aan de datum is. Of is uitgezet wat er terug komt. Maar een vogelopvang is daar natuurlijk een hele goede optie voor ons. Waar mensen opgeleid zijn van voor tot achter en weer terug. Die daar precies weten wat ze wel en niet daarmee kunnen en mee moeten. En dat is ons grote voordeel. En ja, voor ons een kostenbesparing. Maar goed, de dichtstbijzijnde vogelopvang is voor ons Soest. Oh, een heel stukje rijden. Dus een stukje rijden. Ja, dus ja. Qua brandstof, dierenartsrekening zit je dan bijna om het even. Maar goed, het gaat om het dier. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om dat we de tijd voor kwijt zijn. Het gaat puur om dat dier te helpen. Ja. Dat is onze hoofdmoot. Helemaal goed.
Nou, mocht u zich aangesproken voelen naar het zien van dit filmpje en denkt u van, nou, dat leek mij wat om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ik zou zeggen, de telefoon heeft u opgenoemd. Ik zou zeggen, meld u aan. En het werk is, wat u doet is dan van harte aanbevolen en zeer goed werk. Stichting Dierenlot, hulp aan dieren in nood, ook bij u in de buurt. Absoluut. Dankjewel voor het gesprek. Alsjeblieft.